Het is 4 maart en ik sta in een broodfabriek. Jullie zullen wel denken, Don, wat doe jij in een broodfabriek? Nou, we zijn uitgenodigd voor de stripdagenbeurs. En ik denk, nou, schaars geklede vrouwen, mooie stripteases en allemaal, mooie striptags. Nee, ze zijn het oude stoffige boeken. Maar ja, we gaan kijken wat we hier kunnen beleven. In ieder geval, wat ik altijd las, was altijd de Suske en Wiske en natuurlijk de Donald Duck. Maar ja, die niet. We gaan kijken wat voor strips er nog meer zijn hier. Ja, de Suske en Wiske kraam. Wie kent hem niet? Nou, zoals je ziet, mijn naambordje hebben ze ook al opgehangen. Eppo. Ja, ik zou niet weten wat voor schip het is. Tompoes. Ja, lekker. Ja, zoals je achter me ziet, je kan ook een heleboel stripboeken kopen. En ja, dat is natuurlijk ook leuk, hè? Ook voor de verzamelaars natuurlijk. Van ik mis nog deze editie of die editie. Ja, dan kan je dat wel vinden hier op de stripdagenbeurs. En ja, die kraam is druk bezocht. Druk in de bak gekeken van, is die er nog? Kan ik mijn collectie compleet maken? Ja, dat is wel leuk om je collectie alsnog compleet te maken. De rechter, maar ik heb liever de linker. Nou, zoals je achter me ziet, mensen kunnen ook een handtekening krijgen van hun favoriete striptekenaar. En ja, het is gewoon gezellig hier. Als je stripfan bent, moet je zeker eens een keer naar die dagen gaan. En ja, ik heb het weer gezien, jongens. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En ja, tot de volgende aflevering maar weer. Hè. Ik zou zeggen, stay tuned.